Het leek ons dus altijd al leuk om een keer een kroeg over te nemen en een eigen feest te organiseren. En dat houdt in dat we dus zelf achter de bar gaan staan, maar ook een exclusief optreden te gaan geven om echt het gevoel te krijgen in charge te zijn van deze kroeg. De Monkeys in Eindhoven was uiteindelijk zo gek genoeg om ons dit te laten doen op een maandag. De tickets verkochten in 10 minuten uit en vandaag stond het feestje eindelijk op de planning. Dames en heren. Voor het eerst dat jij op straat aan het eind bent en dat je gaat werken in plaats van gaat zuipen. En voor het eerst dat ik water drink. No. Nee, ik ben echt in een baldadige bui. Ik heb water met pik. Stoer. Nee, maar vandaag is voor mij in ieder geval persoonlijk een van de hoogtepunten die we ooit hebben gedaan. Bankzitters. Dus ik heb altijd al gezegd, later wil ik een kroeg ooit openen. Nee, je zei ook dat je bij de NOS wilde werken, Studio Sport. Wat zou je willen bereiken nog verder? Je mag het misschien niet uitspreken, maar Fox Sports, Studio Sport of zo. Lucky Graaf NL. Vanavond is het zover. Wij gaan de Monkeys overnemen. Het wordt de Bankzitterskroeg. En het gaat fucking leuk hoor. Ik het is iets problemen. Vertraagd door de COVID. Totaal naar de tyfus. Maar goed, gelukkig had jij niet gezegd dat we hier vandaag opgeert redden op je story. Okay. Vanavond is het zover. Bankzitters vis. Ah, oké. Okay. Iedereen die een kaartje heeft, tot vanavond. We gaan weg hier. Jij deed het al grappig. Mensen denken natuurlijk dat dat echt is, hè. Achteraan. Als die story dan. We staan hier 500 man door jouw story. Dat is mooi. Oh nee, er komen weer van die lekkere kutkinderen. Mag ik iets leuks vertellen? Hey. Het hotel is helemaal volgeboekt op een maandagavond. Dus ik denk dat jullie met allemaal fans in het hotel slapen. Nou, als er maar niet met fans geslapen wordt in het hotel, dan is het goed. Wil je misschien een stageplekje? Wil je misschien hogerop komen? Onze stagiair die heeft een hotelkamer, maar die slaapt er alleen, want onze Anton is er niet bij. Hij is de enige van ons allemaal die in zijn eentje een hotelkamer heeft. Dat is natuurlijk, alle ingrediënten zijn daar. Super virale TikTok. Wie? Onze stagiair. Leuk koppie. Eigen hotelkamer in de omgeving met allemaal 18 plus fangirls van de bank zitten. De ingrediënten, als ik die bij elkaar op ze op moet. Dit is een lekkere cocktail voor een hele mooie avond voor ons allemaal. Dit wordt erotisch. Milo, mag ik vanavond even de sleutel van je hotelkamer? Ik ga lekker de tyfus genieten. Kun je dat verhaal nog één keer vertellen? Hij heeft dus ooit een keer, toen wij hier vader van het vier waren, zei hij, ik ga alvast eerder naar huis. Wij dachten, prima, hij is mijn hotelkamer sleutel gepakt. Ik ga hier naar neuken. Dat was in Eindhoven, dat was hier om de hoek. Goed verhaal. Dat was echt een vies boertje. Clubben met de boys, grote spelers. Mensen weten toch niet goed. Maandagavond, dus we gaan weer. Oh, ik dacht factureren. Mensen, we gaan naar het hotel. Doei! We hebben een kamer te weinig. We hebben een kamer over. We hebben fucking veel kamers. Twee mensen moeten bij elkaar slapen. Nou. En de situatie is, we hebben voor ons drieën nog twee kamers. Iemand mag alleen. Zullen we doen dat ik alleen mag? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het lekker om alleen te zijn. En Roel vindt het ook lekker. Ik ben alleen. Wat zeg jij nou? Dus dan wil ik alleen. Nee, ja, of bij mij, maar dan is Koen alleen. Dat vind, vind ik hem ook weer niet. En waarom wil je precies alleen? Kan ik wat meer rustig aftrekken? Oh, okay. Yes, we hebben hem. Aftrek. Maar laten we steen, papier, schaar doen. Ja. En degene die wint, die mag alleen. Steen, papier. Fuck, dat is echt niet normaal. Wat wil ik niet? En het mooie is ook, dan heeft hij in zijn eentje een douche en hij gaat hem niet eens gebruiken. Heb je ook kamer zonder douche? Meneer de Graaf? Ja, dat ben ik. Ik ga lekker douchen. Ik heb nu echt zin met Milan te slapen. Ja. Grote vriend Milan. Hey, het is nu dus zo, we hebben wel ingecheckt voor Russo. Russo komt zo ook. Hij is ook zeg maar het muzikale brein achter Stapelgek en je blik. We hebben nu zijn sleutel, dus het is nu zo. Jullie gaan even checken welke kamer het mooiste is. Kamer 303 en kamer 202. In principe kunnen wij dus kiezen welke wij gaan nemen. En jullie geven natuurlijk al de mooiste kamer aan Russo. Tuurlijk, zo zijn wij. Oh, hoe? Nou, hoe dan voor neuken? Nou, wat de mooie kamers. Het stinkt hier naar poep. Oh, vierenkut hotel. Hé, hey, ik heb een leuk verhaal over Milo gehoord. Ik sprak Slotte en die zei dat hij ook een beetje een handje begint te krijgen van, hoe moet je dat zeggen? Dat hij zeg maar ook kieskeurig wordt, dat hij zegt van, ja, ik slaap tegenwoordig eigenlijk alleen maar een 4 of 5 sterren hotel. Jij wordt ook een beetje een mannetje. Ja, boeien. Kan jij even ondergaan even die andere kamer checken? Deze gewoon wordt geld verdiend, niet gewerkt. Kan jij even ondergaan even naar die andere kamer? Koen, we kunnen over de trap, hoor. Ik heb het warm. Ik heb ook heet. Heb je extra kleding meegenomen, Milo? Deze kanaal. Het is een leuke poging om leuk te zijn. Oh, het duurt echt lang. Want dan ben je de trap kunnen doen. Mannen, zijn we er klaar voor? Hoi! Ah, wat doe jij, je hond? Ja. Ik zeg eerlijk, dit is wel beter. Koen, stel, ik zit niet fout. Jij kan mij zelfs afvegen. Blijf maar. Ah, nee! Nee! Koude stoffen onder het bed. Sorry, wc had ik wel even een stront moet zeggen. Zo! Wat ruik ik, ouwe! Wie heeft er... heeft iemand een rug? Jij hebt een rug gemaakt, jongen. Jij bent van binnen zo rot. Ja, oh, wat een stinkende rug. Jongen, echt fucking Chinees of zo. Je hebt echt een heel traap, ja. Holy shit. Dit is pas leuk, hè? We gaan naar de bank zitten, kijken wat vette pose. Helemaal niet scherp met super veel lelijke tape op de achterkant. Voorzichtig, daar maak je hem kapot. We hebben hier van. Tuurlijk hebben we hier de 100.000 van gedrukt, lijkt. Blijven we ervan? Twee. We hebben er echt twee. Kijk, mensen, het gaat gebeuren, daar binnen. Nee, maar mensen mogen niet weten. Mensen mogen niet weten. We hebben er maar twee. Dit doet hij. Nu hebben we er nog maar één. Waarom hebben we er maar twee? Hoeveel mannen? Nu hebben we er drie! Yeah, let's go!
Nou, dit is de bar. Hier worden alle drankjes geschonken en er worden mensen op de bar gelegd. We gaan even vanavond alvast naast synchroniseren. Ja, jij rookt. Jij rookt. Je hebt gerookt. Hé, dat ziet er helemaal niet uit als bier. Is dat pure vodka? Laten we in één keer weg. Oh, we hebben een niksfeest. Dat had ik nog niet verteld. Oh, zonder wat het bier. Ja, opflikken, opgestolen in de man. Je bent helemaal geen 18. Wil je een biertje? We hebben een soort mystery box op ons menu staan. Die punt kost 30 euro. Ja. Dan krijg je dus deze doos met allemaal fonteinen en spray en dingen. En dan doe je hem open, dan word je voor 30 euro, word je daar gewoon geijsd. Want dan zit hier alleen maar een ijsfles in. Ik heb ondertussen hier heb ik de menukaart. Zo hebben we het zeepsopje. Deze is speciaal voor Roel en Suzanne en Freek. Voor 3 euro. Allemaal uit op Walmart. Hoe geen ijs erbij. Nee. Ga je met me mee naar huis, dan goed, je kent het wel. Feest van Hees. En dan hebben we nog een pilsje. Vervolgens hebben we de specials. De Roelie specials. De popcorn zonder alcohol. Dat is een appelsap dus. Aap en shot. Aap en shot. Die is erbij. Dan hebben we Milo shot. Dan kom jij klaar in ons gezicht. Dan kom ons weer zien. Roodshotje. Ja, ja. Ik neem even een shotje zo. Oeh. Godverdomme nog maar. De eerste indruk is romig. Milo zit ook weer te kots. Ik wil helemaal niet zuipen. Ik ga lekker zuipen. Kijk even naar ons grote podium. Mensen, daar waar je op staat, die super klein. Daar gaan wij zo meteen staan. Dus als het afgebaat in stuk gaat het feest plaatsvinden. Daar gaat het gebeuren. De mannen van FLS zijn. Ze hebben voor ons een cadeautje meegenomen. Mag ik hem dag halen, mannen? Oh. Ik krijg een snack, jongen. Zo! Ah! Ah! Mensen, bang dat de feest wordt lijf. Lampen, ik zie niks met die mannen van zich. Zo erg is het allemaal niet. Ter heilen toevallig. En dat doet dik. Je hebt een dikke lip inderdaad. Maar het is wel... Dat komt hè. Dus we genieten ervan. Mensen, we gaan door. We gaan naar de bar. Kijk even hoe professioneel trouwens. Allemaal shit. Met zo'n goede... Nou, echt zo jammer. Ja, zo'n goede productie jammer. Hebben je alles klaar. Nou, goed. Ik oh mijn god. Ja, het is wel echt heel vies. Er is een probleem. Milo heeft dus een rat tegen zijn hoofd gekregen. Ja, dat hebben we gezien. En tandoze lip, zielig, maar hij heeft ook meer last van zijn hoofd. Beetje licht in zijn hoofd. Ja. Dus nou, Milo... heeft hij van mij een lekker pilletje gekregen. En dat is... En hij is nu dus naar het hotel. Ja, daar... Over drie kwartier begint het, hè? Over drie kwartier begint het. Het hotel is echt drie kwartier lopen. Waarschijnlijk gaat hij het begin niet halen. En hij hoopt dat hij alleen het optreden kan maken. Hij zegt van ja. Zegt hij dat? Ja, dat zei hij. Alle foto's. Hij heeft gemaakt. Hij staat er gewoon aan. Ja, jij vindt dat hij zich aanstaat. Als je hersenen hebt, zelfs niet aan, maar een tandje door je lip. Ja, hoe vaak is dat al gebeurd? Heb ik al 5 keer gehad, denk ik. Stoer. En behoorlijke klap, hè? Laten we hem nog één keer inediten door Anton. Nu met een muziekje. Ik wil dat je niet wegloopt. En nu achterboven. Kop. Nu met die gesnoven heeft muziek eronder. Nu met het Rad van Fortuin muziek eronder. God, wat fucking lekker, ouwe. Over drie kwartier. Holy shit. Gast zijn elastiekjes. Oh, what the fuck. Ik heb geen drankprobleem. Ik drink. Word dronken. Val om. Geen probleem. Moet je even een tegeltje zetten, ouwe. Ik probeer ook zo'n dolly zoom te doen, maar die lens is nieuw, dus het schokt als de tering. Leuk. Dit ziet er echt uit als zo'n shot van een of andere SBS-doku van vroeger. Veiliger, hou je hier veilig. Wat ze, hou je bek eens, hé? Maar dit shot met Matty met die keukenrollen. Als ze de belastingen nou zo over zouden maken, zou ik hier niet op zich. Belastingen? Als iedereen elkaar nou 1 miljoen euro zou geven, dan was er geen armoede meer. Zeg even, doe even een quote over beveiliging. Beveiliging? Er is niks veiligers dan dat. Ik heb geen leuke quote over beveiliging. Goed, we gaan wachten. Over een half uur zijn de mensen er zin in. Het is kort voor 7. We gaan over een kwartiertje gaan we openen. Je kan nog niet, het loopt storm hoor. Dat is niet meer relevant, man. Fuck. Koen, we hebben wat voor jou. Nee, we willen even iets bespreken. Ja. Kennen jullie elkaar ergens van? Nee. Kijk nou eens goed. Je weet het gewoon. Jawel, nee, kijk eens goed. Als je dat nu ziet, wat zou je dan over te zeggen? Zou ik denken, ik ben helemaal gek van jou. Wat is dat? Ja, jij bent dik roos. Anyway, hij staat buiten in de kou. Is het graag, maak je de lucht voor een blauw. Wat is dit voor onzin, Jesse? Een beetje een idee heb over wie het zou gaan. Denk Sam. Nee, fout. Ha, je gaat niet door voor de koelkast. Opgefakt. Ja, daar had ik helemaal geen zin in deze avond. Nee, dat snap ik. Ik ook niet meer. Kijk, alle mijn vrienden was al jaren klaar en jij hebt het weer omhoog gekomen. Ja, dat hoor ik dus al vaker. Echt... Nee, maar echt super soft. Wil je een biertje van? Ja, nou, dat komt helemaal goed. Dan kunnen wij verbonden vanavond. Ja. En ik denk vanavond best friends. Dames en heren, iedereen is binnen. Het is echt best heel druk. Gezellig druk. Wij gaan even hier aflopen, via voorkomen er niet meer in. En dan gaan we beginnen met...
met? Zuipen. Ja, wij gaan echt gewoon zuipen. Nee, we gaan werken. Milo is nog steeds dood. Hij reageert niet op zijn appjes. Hij ligt gewoon echt voor pompen. Nee, hij reageert net. Ik voel mijn been, maar blijf wel helemaal dik en mijn bek blijft maar bloeden. Vooral dat laatste is irritant. Hoe is het daar? Toen zei ik, iedereen is je kwijt. Toen zei hij, dat snap ik, want ik ben hier. Dit is echt een kutgesprek. Ik ben Milo. Hey, deze is gewoon tegen de dictie aan het trappen. We gaan nu echt werken meteen. Er staat echt niemand achter de bar nu, dus we moeten echt doorstappen. Ze hebben dorst, weet je wel. Mag ik nog iets zeggen tegen de camera? Je had erbij willen zijn. Gemiste kans. Maar misschien nog een keer. De volgende keer kunnen we het in een kroeg doen, ergens op een normale locatie in Nederland. Hou je fucking mee! En toen was het eindelijk zover. Onze shift achter de bar kon gaan beginnen. Op de avond zelf hadden we een speciale kaart laten maken met persoonlijke specials, een soort menukaart die je bij ons kon bestellen. Het leuke was dat de mensen echt alles van onze kaart gingen bestellen, waaronder dus die mystery box voor 30 euro. Want wat zou daar nou in zitten? Dan slaan we gewoon het drankje over. En toen was het tijd voor het hoogtepunt van de avond, ons spetterende optreden. Ja, Milo was inmiddels 40 liter bloed verloren of zo uit zijn lip, maar gelukkig wilde hij voor het optreden nog wel even terugkomen. Als je kijkt. Waar wacht je op? We verkopen ook de monkjes uit met 300 tickets.
Lucky Graaf NL.